die van bos. We zijn nu op het kerkhof. En dat zijn de bloemetjes die ik net heb gekocht. 6 euro kun je verstukken voor zo'n grote bos. Hè. Dus dat is voor mijn mama. De rest heb ik niet echt een bloemetje. Maar dat zou geen kwaad kunnen, zeker. Ik heb voor oma en opa geen bloemetje. En voor mensen dus ook niet. Maar het belangrijkste is dat mijn mama een bloemetje heeft. Al die... Ik ben hier wel een paar keer geweest, maar ik heb nog nooit een bloemetje gekocht. Dus met deze is dat toch een mooi chic. Mijn schone postbloemetjes staan erop. Dus dat is kei mooi, dat zijn die bloemetjes. Dus gewoon zijn 6 euro heb ik betaald. Dat is echt knap. Dus, mooi hè. Hier zijn we nog eens een keer hè. Ik ben echt blij dat ik nog eens kan komen. En dat ik bloemetjes heb. Ik ben content dat we bloemetjes hebben gevonden. Dus echt. En ik mag een extra dagwerk op school. Dus vind ik al tof. Ik zijn er wel 4 op. En het begint meer en meer te lukken thuis. Om alles een beetje te onderhouden en zo. Dus ja, alles gaat wel goed thuis. En wat ik had beloofd, dat ik altijd voor een beter kind ging zorgen. Ook al zie ik hem niet. Ga ik ook altijd blijven doen. En ja, na de vakantie mag je beginnen op school. Maar dat zul je wel allemaal gezien hebben vanuit de hemel. Dus ja, dan gaan we nu ons zus bezoeken. Ik ben nog niet verloren geloof. Het is gewoon op zich. Ik kan vandaag komen omdat ik niet te veel mensen wat tegenkomen. Dus ja, ik ben wel fier dat ik kan zijn. Ik hoop dat je blij bent met de bloemetjes. Ik weet, de bloemetjes die je ooit hebt gevraagd, heb ik nog niet op de kerkhof kunnen zetten. Ik heb ze nog niet gevonden, maar vanaf ik ze vind, plant ik ze hiervoor. Sowieso. Dus, dan gaan we eens door naar onze zuster. Mijn bloemetje staat daar. Een geel bloemetje. Mijn bloemetjes staan erop. Dus hier zijn we lang geleden. Hopelijk gaat alles in de hemel goed. Zo, we zijn nu richting de Grote Markt. Daar is het speciaal Halloween markt. Ik weet zelf ook niet wat het gaat zijn. Maar het klinkt wel leuk. Dus we gaan eens een kijkje nemen. Ik ga mijn fiets even hier plaatsen. Want anders wordt het moeilijk om met één hand te rijden. Het is een beetje gevaarlijk. Het is plaats genoeg. Fiets te plaatsen. Alles voor de veiligheid natuurlijk. Hè. Dus. Eens kijken wat dat er tussen valt. We gaan beginnen daar. Dus ik ga daar gaan liggen. Ik denk dat we gaan herkend worden ofzo. Ik ben niet benieuwd wat ik het verwacht. Ik denk dat dat zo'n beetje een soort markt is wat we altijd zien. Dus we gaan eens kijken. Niet dat we iets gaan kopen ofzo, maar gewoon dat het wel leuk is. Dus, ik kijk me altijd aan als ik met de camera rondloop. We gaan eens kijken. We hebben zo die Pikachu's. Eens kijken. Kijk steeds. Wat is er aan de fiets? Dat kindje.
cocktail. Beetje kermis. Dat zijn van die bandjes. Deze dingen. Een springkasteel. Daar staan ze echt aan te schuiven. Dat is echt gek. Dat zijn wel die mutjes hè, die ik zoek. Jullie verstaan mij niet meer, hè? Alle gratis spuiten teruggeven dan. Want jullie verstaan mij toch niet. Jullie maken de afspraak niet waar. Het zo goed. 1, 2, 3. Zij dan, goed gedaan. Degene die luisteren tot 3 en dan pas ja roepen zijn worden beloond. Hier, nog één keer, kom. Heb ik tot 3 al geroepen? Je bent disqualificeerd. Ja, maar dat was schreeuwen. 1, 2, 3. Zij dan, goed gedaan. Goed gedaan, alles. Kom, nog één keer. Ik ga het in deze ook weg doen. Kom, weg is het. Ja, als jullie zo beginnen, dan word ik aan betant en kwaad. Die laat me tot 3 tellen. Ik ook niet. 1, 2. Daar kun je dus plaatsen plakjes krijgen. Dat heb ik niet nodig. En dan zeg ik tot 3, van 2 op 3. En dan word ik kwaad, hè. En als ik kwam, dan verkoop ik deze niet aan 30, niet aan 20. Als ik kwam, dan verkoop ik deze aan 5. Wat zullen we doen? Pompoenen daar, de pompoenen. De pompoenen. Veel van deze dingen. Het is wel maar klein, maar het is toch veel. Oké, zo, want die zit te koop. Veel van dat speelgoed eigenlijk. Van die mutsen. En hier is het voor ballonnen. Rood, maar